Roey? Ja? Roey? Ja? Wat zijn al die mensen aan het doen bij deze span, zeg maar? Weet ik niet. Natuurlijk weet je dat wel. Er is namelijk een opening vanavond over ongeveer 10 minuten. En over 10 minuten zal de VIP-server openen. Oftewel de VIP voor VIP Plus en VIP Plus Plus. En er zitten een hoop mensen die te wachten hier. Minden die staat er gewoon tegen het hek aan met de hoofd van... Ik moet nu er binnen. Maar na het intro gaan we zeker nog een verrassing voor jullie laten zien. Voor de mensen die geen VIP Plus of VIP Plus Plus hebben. En ja, na het intro. Okay, people, let's go to work. Ja, dames en heren, en jullie zien ineens compleet iets anders en jullie zullen afvragen, wat de hel is dit? Dit is een mapkaart met grote dank aan Irma die allerlei fotootjes van de map heb genomen. Met dank aan Bram voor de printscreen. En met dank aan mij voor het plaatsen van de foto's. Maar ook natuurlijk de rest van de mensen. Zoals Erik en Rovi. Die hebben mij meegeholpen met fotootjes zoeken en zo. En zo zie je dat deze map nou een beetje aan het leven is. En nu was ik een beetje aan het foto's zoeken. En ik had dus een aantal attracties had ik nu erin gezet. En ik weet niet waarom de nummer 12 nu zo doorzichtig is. Ik heb er weer wat mee lopen knoeien. Even kijken. Ja, ik zie het al. Zo. En we geven alle... fotootjes of alle dingetjes, alle cijfertjes in beeld, die geef ik een soort van strook. En een strook betekent dat ik er een lijntje omheen doe. Zo. Nou, jullie zien dus dat ik al wat dingetjes heb ingevuld. En ik wou dus een paar cijfertjes gaan toevoegen. Bijvoorbeeld hier zo. Bij 12 zit bijvoorbeeld de... dit is de Simba. En hier staat de Lion King. Dus ik doe daar nou een 13. En dat is een E uit mijn hoofd. Nee, een 13. Oké, en dan wil ik doorgaan naar de volgende attractie. Die staat hier, want die vergeten heel veel mensen nog. Dat is namelijk de glazen dolf. Maar daarboven zit er nog één. Dus eigenlijk zou ik deze moeten doen eerst, 14. Dan zou ik een nieuwe moeten maken. Ik hoop dat ik genoeg plek heb, hoor. En Rovi? Ja? Wat is nou zo handig aan zo'n legenda, zeg maar? Weet jij het? Ja, het is gewoon... Oké, leuk. En heb je nog meer een voor... Nee, zeg maar. om dingen makkelijker te vinden. Ja? Ik weet niet, voor mensen die de map nog niet uit hun hoofd kennen, is het denk ik al heel handig. Nee, en vooral voor de bezoekers, want die zijn natuurlijk... Die kunnen niet vliegen en die kunnen niet overal komen. En dit is eigenlijk een soort van mogelijkheid om eigenlijk een beetje te kunnen zien van... Wat er allemaal is. En ik moet de tijd in de gaten houden. Nog 8 minuutjes en de server gaat open. Gio heeft het allemaal met dank aan Gio voor het instellen van de hele rattenplan. En ik dacht, ik laat jullie nu lekker een Photoshop creatietje zien. Terwijl de mensen zich verzamelen bij de portal. Ik weet niet of iedereen daarheen gaat. Maar er zijn heel veel mensen die dat wel doen. Nou, nu heb ik dus een aantal attracties neergezet op 9. Oh, nu gaat het hele rattenplan mee. Zie je dat? Wacht even. Ik moet even dit aanpassen zo. En... Dan moet ik klikken. Nee, jongens, dit gaat mis. Die. Ja, nu gaat het goed. Op nummer 9, daar staat... Weet jij het, Roey? Wat staat er op 9? Nee, weet ik niet. Nee, dit is die tour. Oh, nou, okay. Jammer dat je dat niet weet. Ja, ik kan het niet zien. En op nummer 10, wat staat er naast de Disney tour? Aan de rechterkant richting de haven. Rivercraft. En Erik. Oh ja, ik was de naam vergeten. Wat staat er in de haven nog meer voor attracties? In de haven? Daar staat het schommelschip natuurlijk. Kijk. En wat staat er naast de Lion King, jongens? Simba. Simba. Kijk, oh kijk. Daar komen de leeltjes al uit de mouw. En wat... hoe heet trouwens die nieuwe attractie, jongens? Ik ga even kijken, want... Ik ben even vergeten hoe die nieuwe attractie heet. Sliderstone? Nee, niet slider. Die. Oh. Niet die. Roey, niet die. Nee. Of dat is een stone slider, Roey. Dat weet je nou toch dat wel. Dat vergeten kan toch niet? Met je mooie bril. Hallo, ik ben Roey. Hallo mensen, ik ben Roey. Ik ben Roey Kroza. Ik doe een imitatie van Roey. Kijk, deze attractie, jongens. Deze is een nieuwe attractie, maar het heeft een jump map. Maar ik weet niet wat de naam is van die attractie. Dan moeten we nog een naam geven aan deze.
Welke? Ja, die nieuwe voor die nieuwe jump maps. Oké. Okay. Ja, die renovatie. Bij ja, Bloc Billet, jij weet het wel, hè? Ja, de La Plaza was dit, toch? Ja, maar dat heet nu een andere, want er zijn nu, ja, het is helemaal vernieuwd nu. Moet je kijken, de hele achterkant is samengesmolten met de, ja, de soort van Disney Tour. Oh, nu heb ik verkeerd gedaan, jongens. Huh? Heb ik het goed gedaan? Oh, ja, ik moet deze minimaliseren, zo. Slim van me. Even kijken, hoor. Nou, die heb ik nog geen naam, dus dan zet ik maar even, wat zal ik er zetten? Jump, Disney Jumps. Nee, de Jump Tour. Zal ik die nou zo noemen, jongens? Nee. Of iets anders? Geen naam. Anders. Ja, geen naam. Nog even geen naam. Unknown. Ja, misschien kunnen de mensen iets bedenken of zo. Ja. Of niet, ja. Misschien weet wel, niet. Ja. Misschien als jullie een ideetje hebben, ja, laat het weten in de comments. Wat voor leuke Disney-naam je aan die attractie kan geven die gecombineerd is met de Disney-tour. Dus laat het zeker weten in de comments. Dan bij 16 staat het Dolf. Zo. Nu heb ik al een beetje een stuk van de legende gemaakt. En over 4 minuten begint het al, jongens. Het is druk. Is het, meen je dit? Ja. Oké, Roy. Zijn jullie er allemaal klaar voor? Om dadelijk, er zijn nog niet zo heel veel plus VIP-plusjes. Er zijn er wel een aantal. Ja, ik ga wel gelijk naar span. Zo. Staan die al te popelen? Oh jee. Ja, ik hou ze tegen, hoor. Ik hou ze een beetje tegen hier. Tegen, het is echt... Oh. Echt niet te mensen doen, mensen kunnen zeg. Niet wachten. Mensen kunnen niet wachten. Oh. Oh jee. Nou, je mag niet doen alsof je van niks wist. Oh, nee, ik wist het echt niet. Nee. Ik doe de lampjes van aan. Zo, dat maakt het nee, wat ik wist het wel. Ah, 14 Jasper wist van niks. Die staat met zijn mond open. Echt, dat... Zo? En SpongeBob ook niet. SpongeBob wist ook van staat niks. Hier ook. Ja, die wist ook van niks. Ik ben er klaar voor! Oh nee, SpongeBob, begint het nou weer met die vervelende server? En een boom. Nee, SpongeBob! Gerrit! En ik zie een Minnie Mouse en ik zie... Meow. En ik zie een Asterix en ik zie een Indiana Jones. En ik zie een boom, een lopende boom. Ja, en een andere raar fossiel. En Muppets. Wat? Dat is toch dezelfde van de lepelhumor? Ja, hij is van de Muppets. Ja, hij is van de Muppets. Hij heeft ook een worteltje in zijn hand. En hier zien we die gast. Erik heeft er dubbel van geleden. Hier loopt hij, oh, die krent. Waar zit hij? Ja, van achteren lijkt hij een normale Steve. Maar als je van voor kijkt... Oh, een aapje. Oh, ik zie Minnie Mouse ook. Minnie Mouse is ook geweest. Nog 2 minuten. Nog 2 minuten. Voor de 2. En dan gaan we natuurlijk ook een kijkje nemen met onze crew. Een klein stukje. Ik laat natuurlijk niet alles zien, want dat is een geheimpje. 2 minuten voor de VIP-server. Ik ben benieuwd. Oeh, het wordt spannend. En Stef Mijn is uit mijn hoofd, geloof ik, wel een VIP-plus. Ik weet het niet zeker. Want dan zou ik even moeten kijken op wat hij heeft precies. Zal ik eens kijken dan? Nee, Stef Mijn is gewoon VIP. Oké. Okay. Dus oh. Zijn helaas, net iets. Helaas, Stef Mijn zou er niet in kunnen. In die mini wel. Ja, Inimini sowieso, die heeft een jaar VIP. Ja, die is vandaag jarig. Leroy Mijns ook, want die heeft 6 maanden. Dus Stef Mijn zou er niet in kunnen. Ah. Oh! En WVG'tje? Wat zeg je? WVG'tje. Oh, WVG'tje. Ik dacht, wie vergeet je? Oh ja, VIP Plus. Ja, VIP Plus en VIP Plus Plus kan erin. En Koen staat hier ook! Hallo Koen! Hey. Hallo! Oh, hondje. Koen is ook even het hondje. Hallo! Hondje. Ja, de VIP-server is nou heel erg... iedereen wordt gek. Oh, zelfs dat vuurwerk wordt gek. En dadelijk mogen de houten hekjes weghalen. En dan zal ik even de... En dan moet even in de gaten houden. Of... Kunnen ze wel weghalen? Nou ja, of de VIP's erin kunnen. En een beetje vuurwerk. Een beetje een showtje geven, jongens. Nog 1 minuut. Oh jee. Oh jee. Nog 1 minuut, jongens, dan is het 8 uur hier bij ons op de klok. Oh jee. Oh, kijk hoe druk het is, jongens. Er zitten 52 man in de server. En ik ben benieuwd of we die houten hekjes kunnen weghalen, want ik denk... Ah, wel als je erachter even... gaat staan, hè? Hey, oh, alert. Ja, maar dan ga je in de server natuurlijk. Hey, Stef Mine is nu bezig met VIP Plus kopen.
Hij is nu weer aan het kopen. Nou, leuk toch? Alert. Ga even van de hekken. Het is 8 uur. Vandaan. Nou, dat doen we even op ons gemakkie. Erik, ja. Jij kan die portal al niet door. Nee. Dat betekent dat die portal het niet doet. Oh, nou ja, dat weet ik niet. Ik ben er nog niet. Kijk. Oh. Kijk, dan ben ik aan deze kant. Moet ik even proberen tegen dat zwarte ding aanlopen? Ja, doe maar. Zal ik dat eens doen? Nee. Nee, ik kan er niet doorheen. Oké, dan hoop ik dat hij nu lukt. Verwijder het ding maar. Dan is er toch iets misgegaan. En ze rennen er allemaal tegenaan aan de straat. Oh, ja, jongen, we doen het niet. Hey, 1 april. Dat is een error of zo. 1 april. 1 april. Gewoon 1 april. Hebben ze allemaal zoveel minuten hiervoor gewacht? Nee, dit moet gefixt worden. Ja, dat moet wel even. Gio komt zo thuis. Ah, nee, dat doet het helemaal niet, nee. Want er staat ook helemaal niks. Er staat ook helemaal niks bij. En Gio maar zeggen, het is gefixt. Hij doet het. Yeah. Nou jongens, sorry voor deze... Maar misschien komt het ook omdat iedereen massaal... Nee, nou, ja, dat kon niet, want net was ik er alleen natuurlijk. Ja, dat... Ja, jongens, we gaan erachteraan. Dit is gewoon een communicatieprobleem geweest. Misschien Gio had gezegd dat hij werkte en het is niet zo. Dus ik ga Gio even op zijn kont geven. En hopelijk dat je toch nog een hele leuke video vond. Want we gaan zeker nog een video geven waar we de VIP-server laten zien. We gaan even kijken wat het probleem is. En ik vind het eigenlijk wel echt een beetje grappig, toch wel? Ja, zeker wel. Maar doen we wel als we even teruggaan naar natuurlijk... wat ik net liet zien. De plattegrond. Dat was wel een heel leuke verrassing. En ik heb zoiets van, dat is wel heel leuk om dit even te zien, gezien te hebben en zo. Dus mensen, ik hoop dat jullie toch nog een hele informatieve video vonden. En zie ik je volgende keer zeker terug bij een hopelijk niet mislukte video. Half mislukt. Bedankt Roy voor het meedoen. Graag gedaan. En doei doei. Doei doei. Nou, dat is lekker. Zo voor jaren dan. Ja. Zo voor jaren. Iedereen wachten. Jongen. Oh, nou, we doen nog eens wat. Ja. Oh, shit.